Ah ja, daar is hij. Daily. Daily. We gaan jou interviewen voor de documentaire, weet je nog? Dit is mijn cameraman Jorrit. Ik ben Keegan. Hi. Oeh, oké. Yes, we hebben dit zendertje voor jou, dan kunnen mensen een beetje horen wat je aan het zeggen bent, zeg maar. Ik zal hem even aanzetten. Oh. Ja, die gaat gewoon binnen je shirt, zeg maar. Yes. Dan, zeg maar. Het wel die. Oeh. Zo. Oeh. Zo. Doe hier maar. Ik zal maar gewoon hier doen. Oké, okay. Ja hoor. Oké, okay. Ook, oh, oké. Okay. Dit is onze auto hier. Dus hier is het. Ja man, wel een beetje gas erop. Meer shit te doen man. Ding te doen, plek om te zijn. Zo is dat jou. Ja, let's go. Maar niet met die lift maar. Oké. Hier is het. En dat zijn je spullen. Dat zetels, godzooi. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat je ons laat zien. Het is thuis, denk ik. Ja. Dan laten we maar gewoon dit nemen. Ja. Doe je ding, zou ik zeggen. Dus, ja. Vertel, wat heb je gedaan? Ik kon jou best helpen bij jouw gouden kalfje, maar ja. Het enige wat ik nou keer zei is dat ik vast heb gezeten voor wildplassen, fietsbel stelen. Oh, oké. Okay. De rest is nog. Hoe laat we dat zeggen? In behandeling. Oké, laten we dan maar bouwen, ja. En heb je dan zeg maar plannen nu? Want dit is je eerste dag, toch? Nou, de eerste dag ja, uit je gevangenis, we hebben je opgehaald. Wat ga je doen? Wat is nou de eerste ding wat je moet doen op... Ja, je bent uit de gevangenis, ik wil dit. Wat is het? Ga nou, ik sowieso lekker eerst een bier drinken. Lekker. Echt met skalpilsje. Jazeker. Ja, sowieso even een beetje dope scoren, man. Sorry, wat? Even zo'n handel ophalen straks. Handel? Bedoel je dat met wiet? Ja, onder andere. En hoe ga je dat betalen? Heb jij trouwens ideeën alles bij, of niet? Ik wil eigenlijk wel... Heb ik niet. Niet dat ik politie ben of zo. Ik ben geen John van de Heuvel, maar ik wat bedoel je van... Dat is al... Dat is mijn medicijn, die heb ik anders dan. Dat is mijn rijbe, die heb ik ook nodig. Ja, dat is goed. Timon Beer, of niet? Maar waar gaan we nou eigenlijk halen? Of? Ja,
ik had verteld, ik ben een verhaal. Ik wil echt opletten, maar hij kan een beetje gek zijn. Okay. Maar komt er goed, hè. Komt er goed. Oh, Emil. Emil. Hoe is het? Yo, ja, long time no see, man. Ja, zeker, man. En wie zijn dat dan? Ah, zo'n maatjes van mij, die komen even voor. Je weet toch niet van pot te kijken zo, man? Ah, dat komt er goed, joh. Geen stress, joh. Volg mijn tijd. Wat zeg jij? Wow, 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 wow. Beter gaan we rennen, 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 rennen. Go, 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 go. Emma, je bent gek, jongen. Gisteravond is er iets verschrikkelijks gebeurd tijdens het filmen van de documentaire. De cameraman Jorrit is ter overlijden gekomen. En ik weet dat Jorrit had gewild dat ik deze documentaire had afgemaakt. Dus een eer van jou, Jorrit. Ga ik dit afmaken. Voor jou. Lady. We zijn er. Wie zijn er? Dit is Pierre. Na wat er gisteren is gebeurd met Jorrit, hebben we weer een nieuwe cameraman. Pierre. Wat ben je vandaag gekomen? Er is geen huisnummer daar, is kut. Hmm. 19, dan moeten we zijn. Ik ga hier staan. Hier, blijf staan. Hoi. Hallo. Oh, hoi. Wij komen wegens filmen, wegens een buurtonderzoek over hoe zakelijk dat de buurt en gastvrij dat de buurt is. Zou we even binnen mogen komen? Ja, chill, kom binnen. Ik ga hem wel even op kant laten. Kom maar binnen. Ah, nice, dank u. Dan gaan we even zitten, ja? Ga maar vast. Toppie. Daar, kijk daar, kijk daar. Hier, wij staan gewoon hier, mevrouw. Uit mijn huis, dieven! Kom, 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 kom. Hey man. We zijn met Rolf. Blijf je op zijn korte termijn kan komen. Het is totaal anders uitgepakt dan ik gedacht had. Daily heeft gezegd dat we moesten app passen voorstaan, dus kom. Oh man. Ik probeer Rashford uit te krijgen. Dank je. Yo man. Jij... Oh. Ah, kom binnen. We zijn er weer voor vandaag. Where the fuck is hij? Ja, dit is Rolf. Nou, wat laatste keer is gebeurd met Pierre. Oh, fuck. En Jorrit. Dus. Yo. Maar hij is... Ja, nieuwe cameraman of wat? Nou, wat met Rolf, nou met Pierre is gebeurd en nou met Jorrit is gebeurd. Het is Rolf hier komen instappen. Maar ja, maar wat gaan we nou doen vandaag? Ik hoop dat jij langer volhoudt dan de rest, maat. Maar hetzelfde als gisteren. Wat? Nog een keer zijn vrouw overvallen? Zeker. Nou wat er met Pierre is gebeurd? Of nou wat met Jorrit is gebeurd?
Maar business is business. Maar, deze documentaire betekent alles voor mij en voor hun. Ja, en snap ik. Dat is niet mijn probleem, het is jouw probleem. De bedoeling was... Kijk, jij wordt tegen een documentaire maken, gouden kalfje... Nee, we wilden een documentaire over hoe jij uit de gevangenis kwam en hoe je terug in de samenleving kwam. Niet hoe, maar het is mijn samenleving. Wat? Ja. What the fuck bedoel je daar überhaupt mee? What the fuck bedoel jij er maar mee? Jij wil mij toch filmen? Ja, maar, ik begrijp gewoon niet naar wat er is gebeurd met Pierre en met Jorrit. Dat je nog steeds hiermee door kan gaan. Ik bedoel... Yo, luister nou. Jij met je fucking kut documentaire. Ik doe wat ik zelf zin in heb. Als jij wil filmen, dan film je mij. En anders stikt hij die fucking gouden kutkalf. En jij... Met je fucking kutcamera, je kutrolletje. Steek alles in de hens, jou erbij. En je hele fucking familie. En nou op die. Niemand pakt de fucking gouden kalf. Beste Keegan, ik wist dat je door zou flippen als ik zou dreigen om de film kapot te maken. Tuurlijk maak ik onze film niet kapot. Maar ik denk dat als je de beste docu wilt maken over een crimineel, moet je er zelf wat ervaring in hebben. En na ons klein avontuurtje heb je dat al gehad. Maar je mist nog een cruciale ervaring. Daily? Keegan. Hi Keegan. Zal ik voorstellen? Ik ben Jelmer, dit is mijn cameraman, Jan. En we komen hier even interviewen voor de documentaire als het goed is. Ja. Zal ik eventjes deze aanzetten hoor. 1, 2, hoor je mij? Oké, dat is goed. Kijk, ik zal deze wel even gewoon hier achterin doen. Dan doen we deze even op je shirt. Oh.